Hij is wakker. Stil! Ja, maar hij is stevig vastgebonden. Hou de schil niet zo scherp. Ze kunnen hier ruiten horen. Dan neem je niet kwalijk. Dan. Ga naar beneden, Pierre. Ik zal je wel roepen als ik je nodig heb. Zo, inspecteur. Je ligt daar wel lekker zacht op bed, maar die touwen zullen wel wat knellen. En je bent langer buiten Westen geweest dan de juffer, maar die hebben we dan ook alleen maar even laten ruiken. Ja, tegenover dames zijn we altijd heel vriendelijk. Eer ik die prop uit je mond haal, wil ik je één ding duidelijk zeggen. Zodra je begint te schreeuwen, krijg je opnieuw een mep. Je zult hier berouw van krijgen, moeder. De prins mag niet met zich spotten. Vertel dan maar eens wat je van plan bent, hè? Mijn plan? Mijn plan is om straks, als het nog niet helemaal donker is, met mijn vriend weg te rijden. Ik zal ervoor zorgen dat een paar omstanders dat duidelijk zien. Als het donker is, komen we voorzichtig terug. En ditmaal zonder dat omstanders het zien. Dan nemen we jullie mee in je eigen auto. En als er geschreeuwd wordt, dan schieten we. En we doen dat zo, inspecteur, dat geen van jullie beiden iets kan navertellen, begrepen? Jullie zullen zelf des te meer moeten navertellen. Midden in het dorp, dan kom je niet zo makkelijk. Er zijn altijd mensen die het zien, weet je. Maak je geen zorgen. Er zijn hier veel donkere hoekjes en steegjes. En we kennen ze goed. En als ze jullie dood op straat vinden, dan zal niemand aan de burgemeester denken. Zeker niet als die een uurtje te voeren weggereden is. Akkoord? Akkoord. En waar gaat de reis naartoe? Dat blijft een verrassing. Wel, vriend, ik stap weer op. Maar eerst doen we nog even die prop weer in de Je mond. Moet hier wel om denken, Tom, wat ik... Zo. Tot ziens, meneer de hoofdinspecteur. Ja, we gaan, jongen. Goedenavond, burgemeester. Ah, goedenavond, majoor. Ik maak je los en je loopt mee naar jouw auto. En je vriendin doet hetzelfde. En onthoud dit goed. Als je lawaai maakt, inspecteur, of je verzet, dan schiet ik je onverbiddelijk neer. Er staat voor mij en Andorra te veel op het spel, begrepen? Je hebt een onsympathieke hand van knevelen, moeder. En ik hoop dat de tijd komt waarop ik het jouw ook eens mag doen. Reken daar maar niet op. En hou verder je bek, want je maakt me zenuwachtig. Zo. Zo. Je bent los. Opschieten. Opschieten, ja, ja. En onthouden wat ik je gezegd heb. Opschieten, zeg je. Ik mag blij zijn dat ik nog op mijn benen kan staan. Wat? Ja, ja, ik zal proberen die trap af te komen, meneer. Ja, naar u, meneer, de burger. Ja, ja, en mij van de trap afschoppen, zeker. Nee, vriend, daar tuin ik niet in. Vaart jij. Lopen. Schaduw. Hebben ze hier. Stil weg. Ja, net wat de baas zegt. Koppen dicht. Dit steegje in. Gaan we in onze auto? Hebben ze de sleuteltjes dan? Die hebben ze hem afgenomen. Stil, bekken dicht. Goedenavond. Hai, die vent heeft ons gezien. Geen kik jullie. Vooruit, achterin. Ik kom bij jullie zitten. Rij je, Pierre? Ja. Nou, vooruit, schiet op! Ja, hij doet het niet. Die kerel.
kerel die komt hierheen. Vooruit nou toch, ja. Opschieten. Zo. Ze ben je nog gek? Je reed bijna tegen de lantaarnpaal op. Zo, we zijn er. Zet hem hier maar neer. Ja. Een smokkelaarshut. Hou je stil, jij. En heb wat meer eerbied voor de plaats waar je gaat sterven met je geliefde. Oh, schaduw. Maar één ding wil ik je wel zeggen, meneer de burgemeester. Jij werkt helemaal niet in het belang van Andorra. Dat is een leugen. Jij werkt maar voor één ding. Voor je eigen beurs. Klets maar raak, jij. Je gaat er toch aan. Misschien kun je ze beter niet doodschieten, hè? Als we ze nou vastbinden hier. Hier vinden ze toch niet, joh. Ik neem geen enkel risico. We gaan in de hut. Vooruit. Vooruit. Naar binnen, jullie. Oh, courage, Manon. We leven nog steeds. Maar niet lang meer. Ik ga maar vast even naar buiten. Nee, jij blijft hier. Als je hier ooit over kletst, dan ben je er geweest, manneke. Nee. Zo. Dan hoeven we geloof ik nergens meer op te wachten. Voor één ding wil ik je nog waarschuwen. Brion weet dat jij hierbij betrokken bent. Ja, ja. Als jij tevoorschijn komt, word je gearresteerd. Dambois, je hebt nog geen moord op je geweten, man. Zo. Jij bent goed op de hoogte, hè? Jij weet dus drommels goed dat ik Aubresprit en Petarini vermoord heb. Jammer dat je dat straks aan niemand meer kunt vertellen. Want degene die het wel gedaan heeft, die wil ik sparen, zie je? Baas. Jullie gaan eraan. Nee, Baas. Niet schieten, Baas. Sylvain. Baas. Je bent keurig op tijd. En je hebt de burgemeester zijn blaffertje netjes uit de hand geschoten. Jammer dat hij nou een paar vingers moet missen. Zo, die ontkomen ons niet. Zee, als jullie hier nou even blijven wachten bij het tweetal, dan zal ik in het dorp Brion bellen. Om een paar mannetjes te sturen voor het inrekenen van de burgemeester en de heer Peteri junior. Wat? Ja, een zoon van de vermoorde burgemeester van Odino. Is hij de moordenaar? Nee, dat niet. Gewoon een niet al te snuggel jongetje dat op het verkeerde pad is gebracht. Zeg, Bruno, hoe ben jij hier eigenlijk op dit hoogst merkwaardige uur gekomen? Nou, ik had de hele dag het gevoel dat ik eens moest komen kijken. Aha. Na het telefoongesprek met Manon heb ik me afgevraagd wat jullie uitspookten. Ik ben naar La Massagna gegaan en daar sprak ik een man die de Land Rover had zien wegrijden. Met drie mannen en een vrouw erin. En met gedoofde lichten. Hij wees me de richting en die ben ik gevolgd. Oh, Bruno. Je kwam nog net op tijd. Ja. Oh, jongens, ik zag in gedachten mijn begrafenis al. Met alle nog in leven zijn de burgemeesters daarachter. Maar zonder militaire eer, hè, want Andorra heeft geen leven, helaas. En is de zaak nou grotendeels opgelost? Nee, alles behalve. Oh, ik meen me te herinneren. Dat de zaak afgerond zou zijn? Nee, dat heb ik wel gezegd natuurlijk. Maar je moet een beetje clementie met me hebben. We hebben wat oponthoud gehad, dat weet je drommels goed. Nou. Het kan dus een paar uur na middernacht worden, eer we er helemaal zijn. Dus we gaan weer aan het werk? Jullie gaan naar je hotel, zodra de mannetjes van Brionia zijn. Ik ga dus even bellen en daarna wil ik nog even naar Ancan. Ancan? Ancan, de zesde en laatste in de rij provincies van Andorra. Die wilde ik eigenlijk niet overslaan, zie je. Ja, wat is er? Brand? Ik kom misschien een beetje laat op de avond, maar bent u de touwhandelaar en burgemeester Pierre Sier? Ja, hoezo? Ik wilde graag een stuk touw kopen. Touw? Touw, ja. Midden in de nacht? Ik kon niet eerder. Een beetje oponthoud, begrijpt u? Oh. Nou, ik kom eraan. Uitstekend. Kom maar verder.
Hey, bent u soms die politieman uit... Parijs, wilt u de papieren zien? Nee, laat maar. Het zal wel goed zijn. Touw, zei je? Ja, touw. 8 meter lang en heel stevig. Er moet zo'n 100 kilo aan kunnen hangen. Ja, niet dat ik nieuwsgierig ben, hoor, maar... Wat wil je er midden in de nacht mee doen? Het spijt me, maar de prins van Andorra heeft liever dat ik daar voorlopig over zwijg. Nou, dit lijkt me wat dat, voor dat. Oh, ja. 200 pesetas. Ja. En hoe is het? Heb je de zaken rond? Ovaal. Maar nu we het er toch over hebben. Wat zit er in die kast met 6 sleutels? Hebben ze je dat niet verteld? Dat is kinderachtig. Ja, maar zo zijn ze hier nou eenmaal. Misschien bent u minder kinderachtig. Ja, dat wel. Maar dat van die kast is geheim. Nou, beste ermee. Ik hoop dat de touw lang genoeg is. Heb je je sleutel goed verstopt? Nou, reken maar. En wel te rusten. Met Brion. Ik wilde u even zeggen dat de zaak opgelost is. Ja. En waar bent u? In het Casa de Laval. In de zaal van de volksvertegenwoordiging, om nauwkeuriger te zijn. Ja, maar dat... Dat mag niet, nee, dat weet ik. Ik heb ook even in de kast geneusd, patron. En net wat ik zei, hoor, de zaak is nu al opgelost. Maar hoe bent u binnengekomen en hoe kreeg u die kast open? Nou, binnengekomen ben ik via het dak en door die mooie schouwende keuken. Toen ik een paar dagen geleden het gebouw bezichtigde, zag ik daar een mogelijkheid, hè. Met een lang stuk touw en zo via het dak. Zeg, en die sloten van de kast mogen wel eens verbeterd worden. Je krijgt ze zo gemakkelijk open, hoor. Ja, maar ik krijg hier hopeloos gedonder mee. Oh. Het is opgelost, zei u. Ja. Hoe dan? Moet er iemand gearresteerd worden? Nee, ja, morgen. Het is nu al zo laat, hè. Kom ik om 9 uur even langs. Maar voor die tijd zou ik graag nog even willen slapen. Ga uw gang. Ik heb hier geen pyjama, ik heb geen scheerwater en zo. En ik kan ook dit gebouw niet uit, want de voordeur gehoorzaamt aan geen enkele loper. En het touw is naar beneden gevallen. Kunt u misschien even een mannetje sturen? Maar ik doe niet anders dan mannetjes sturen. Lijkt wel of dat alles is wat ik in deze zaak te doen heb. Mannetjes sturen. Nou ja, het komt wel in orde. Bedankt. En wel te rusten, patrol. Ja. Zo, schaduw. Dat was dus een goed geslaagde inbraak. Maar wat had je eigenlijk gevonden? Laat ik jullie eerst iets anders vertellen. Het leek er direct al op dat de eerste moord, die op Aubrespy dus... met de sleutels en de kast te maken had. Nu heb ik wat boekjes over Andorra nagelezen en ik vond iets dat me aan het denken zette. Namelijk al heel lang geleden, hè, is een recht van Andorra om asiel te verlenen vastgelegd. Aan veel rechten zijn voorwaarden verbonden. Stel nou eens dat iemand het met die voorwaarden om de een of andere reden niet eens zou zijn. Nou, die gedachte heb ik steeds vastgehouden en ze was nog waar ook. Ja, maar daarmee waren de moorden nog lang niet opgelost. Nee, maar daar kwam wel iets bij. Vrouwen spelen in de geschiedenis een grote rol. Daar hou ik altijd rekening mee. Ja, en daarom vroeg ik Brion een lijstje met de namen van de echtgenotes van de burgemeesters. En daarbij heb ik een bijzonder interessante ontdekking gedaan. De vrouwen van de beide vermoorde burgemeesters zijn zusters. Hey. Dat is toevallig. De zusters die de Spaanse achternaam Cueva dragen. Misschien dacht ik, is een meneer Cueva in een ver verleden in Andorra terechtgekomen. Op het Casa de Laval kon men me vertellen dat de familie Cueva hier eeuwen geleden recht van asiel kreeg. Ze nam veel geld mee en kreeg hier nogal wat bezittingen. En wat nou die beide zusters betreft, ze waren vriendelijk, hè, maar namen het met de waarheid niet zo nauw. Ze wilde bijvoorbeeld geen van tweeën weten dat behalve de heer Petari in de nacht van de moord ook dienstvrouw in het hotel van Aubrespy logeerde. Dus? Ik ontdekte ook dat alle vrouwen op één na in Andorra geboren zijn. En dat is de weduwe Petari Cueva. Brion vertelde mij dat een heel vreemde geschiedenis is. Ze werd namelijk net buiten de grens geboren. En de familie heeft hemel en aarde bewogen om er toch in Andorra ingeschreven te krijgen. Schaduw, werd ze geboren in Antwerpen? Juist, mijn dochter, juist. In Antwerpen, waar de plaatselijke historicus, je weet dat toch wel? Ja, meneer Marti, het verhaal deed van de ontijdige bevalling. Dat deze vrouw nou graag toch in Andorra geboren had willen zijn, zou dus verband kunnen houden met een van de voorwaarden van het asielrecht van de familie Cueva. Ja, ja.
En een belangrijke rol speelt allebei het feit dat haar zoon geestelijk gehandicapt is. Manon, jij hebt hem leren kennen. Oh ja, en hoe? Maar hij is overigens minder dom dan hij eruit ziet, hoor. En ik heb een zeer verstandig gesprek met hem gehad. Een paar dingen die ik nog niet wist zijn me duidelijk geworden. En ik weet nou zeker wat ik al vermoed. De beide burgemeesters zijn vermoord door mevrouw Petari. Hmm. Jongen, hoe heb je dat rondgekregen? Wel, Bruno, in de kast heb ik het stuk gevonden dat het asielrecht voor de familie Cueva bevat. Het recht en de bezittingen gaan over van geslacht op geslacht. Behalve, let wel, behalve aan degene die niet in Andorra geboren zijn. En mevrouw Petari was dat niet. En dus zou haar ongelukkig zo nooit... Ik geloof niet dat die stukken in de kast geregeld worden nagezien. Maar er waren er twee die het heel goed wisten. Namelijk mevrouw Aubrespris en haar man. En daarom werd Aubrespris vermoord. Mevrouw Petari had hoop dat haar zoon met het geld van de familie Cueva onbezorgd zou kunnen leven. Ze heeft er met hem over gepraat en de zoon heeft bij een paar glaasjes bier daar iets over losgelaten aan een zeer merkwaardige vriend die steeds meer zijn gezelschap zocht. Damois, de burgemeester van Amazonia. Damois, juist. En het is juist deze Damois die op het idee kwam 5 sleutels te stelen om het bewijsmateriaal te verdonkeren malen. Ja, ik mag zeggen, een idioot idee. Geboren in het hoofd van een man die bezeten was door de zucht naar geld en veel schulden had. Geënt op het niet helemaal gezonde brein van Peter Junior. En met veel overredenskracht aanvaardbaar gemaakt voor een moeder die voor haar zwak begaafde zoon helemaal geen uitkomst meer ziet. Ja, dus met moord en doodslag moesten al de sleutels er komen. Jawel, maar dat was niet de bedoeling. In elk geval niet van mevrouw Peter. Maar bij het laatste bezoek aan de Aubrespris vond ze een onverzettelijke zwager tegenover zich. En een wanhoop heeft ze vermoord met een revolver die ze in zijn kamer zag liggen. Ze heeft ook de sleutel gevonden. En haar man, heeft hij iets van haar schuld vermoed? Inderdaad, Bruno. Haar man, die haar en haar zoon tyranniseerde. Ze heeft hem opnieuw in wanhoop neergeschoten en ook zijn sleutel meegenomen. Om te voorkomen dat de aandacht op die sleutel zou vallen, heeft ze die van Aubrespris, waarvan Damois een afdruk had laten maken, op de plaats van die van de man gehangen. En welke bewijzen heb je nu tegen de daderes? Dat laat ik graag over aan de justitie van Andorra, Bruno. Maar in elk geval zijn er nu de verklaringen van de zoon, al zal hij niet tegen zijn moeder hoeven te getuigen. Want ik neem niet aan dat deze vrouw zal ontkennen. Ja, maar nou toch nog één ding, schaduw. Ja? Die sleutel van de president van Andorra. Guillermo, de horlogemaker. Ja. Die vraag geeft me gelegenheid dit trieste verhaal toch wel met een vrolijke noot te besluiten. Je weet dat Guillermo ziek was, ja. Hè? Terwijl hij lag te slapen, heeft de 17-jarige dochter die sleutel onder zijn hoofdkussen vandaan gehaald. Het meisje is namelijk op een huishoudschool en alle leerlingen moesten een voorwerp van huis meenemen om het op te poetsen. Nee. Heeft je die sleutel verloren? Ja, dat is simpel. Waarmee ook de oplossing van het laatste raadsel in deze zaak was gevonden. Zij het niet door jou toedoen, schaduw. Helaas niet, Mano, helaas niet. Maar ja, sorry. Selamia. Zes schaduwen in de sneeuw. Dit was het laatste deel van een detectieve serie van Havank Terpstra. Personen. Schaduw Jan Borkus, Bruno Silver, Paul van der Lek, Manon, Joke Haaglen, Louis Dambois, Dick Scheffer, een jonge man, Olaf Wijnands, Brion Wim Kouwenhoven en Pierre Sier, Kees van Ooyen. Regie, Ab van Eyck.